kan je eigen duiven stoppen? Want je steeds schapen. Kijk nou eens. Hoe mooi, hè? Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer, moet ik even denken, jeetje, ja, vrijdag, hè, ja. Ja, inderdaad, vrijdag 14 augustus, 13:23, ja, ja. Wat is er te doen vandaag? Niet veel. Een klein beetje afgekoeld, geloof ik. Ik heb wel de deur open, maar niet het zonnescherm naar beneden. Ik weet ook niet of ik dat wel aandurf, want er is ook regen en onweer weer voorspeld, etc. Het is ook bewolkt, maar het zonnetje komt er wel doorheen. We hebben gisteravond begonnen te flitsen. Later begonnen te rommelen. En nog veel later begonnen het een beetje door te zetten. En te hozen. Maar we hebben nog niet eens iets veel gehad. Nee, enkel de onweer heeft er heel lang over gedaan. Om eigenlijk te beginnen, te starten. Je hoort dat in de verte al wel aankomen, rommelen en doen. Maar voor de rest niet. Maar oké, ik wens jullie ook natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Rijka is buiten, Eeuwie ligt op de wc. En Kandolf is vannacht niet binnen geweest, maar die heeft gisteren overdag een hele tijd binnen gehouden. Dus ja, die is de kletter op. Ik heb hem nog niet gehoord of gezien. Maar ik zal straks wel weer meelopen, denk ik, en anders maar niet. En dan zal ik thuis komen als ik die honger heb. Ja, wat ik vandaag ga doen, nou, er is ook niet extreem veel te doen. Ook, ik heb nog niks gezien dat er wat gebeuren gaat. Maar ik ga straks even de laatste krant pakken van de krantenbak en die ga ik even doorbladeren. Maar ik ga je zo even met Rijka uit. En dat is een strak plan. Ja, want ik kom nog net uit mijn bed rollen. Ja. Ach, je wilt niet weten. Dat is zo'n hoofdpijn. Ik word zo misselijk. Los van mijn maag. Nou ja, dat is allemaal overeind op mijn hoofdpijn. Dat zeurt nog wat. Nou ja, laat die maar lekker zeuren. Ja, toch? Ja. En dan moet je nog zoeken wat ik nog aan doe. Wat moet ik nog aan doen? Ik weet het niet. Ja, ik heb één fatsoenlijk korte broek. Die andere, dat is weer een flutter ding. Van dat t-shirt of toch. Want dat is netjes. Dat is wel iets voor onder een jurk. Als je al krom gaat staan en je hebt geen legging aan. Dat is het niet tegen je carrière zo aankijken. Ze hoeven niet te zien wat je als lingerie draagt. Dus dan heb ik een korte, die korte broek ik daar dan voor. Maar dat heb ik van een vriendin geërfd, laat me zeggen. Die heeft ook altijd een korte broek onder een jurkje aan. Hij moet kunnen, want als je dan voorover gaat. Want ik kan niet door mijn hurken. Mensen gaan door hun hurken om wat op te gaan, maar dat lukt mij niet. Dus dan ga je voorover buigen. Dat lukt je dan wel meer. Nou, dat doet zij ook. En dan zie je de rest niet. Dus ja, het is dan gelijk tevens een tip voor de andere dames die het soms lekker luchtig erbij willen lopen. En ze moeten eens een keer wat oprapen. Ze kunnen ook niet goed door hun hurken. Nou, draag een kort broekje onder je jurk of rok of wat dan ook. Ja, toch? Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie dag en maak er wat van. Meer kan ik er niet voor zeggen, je kriebelt met je neus. Ja, niet aan mijn tenen komen hoor. Potverdikkie. Ja, potverdikkie. Hoi. Ga je eigen duiven stoppen? Want je steeds schapen. Potverdikkie. Hé? En je goed geslapen dan? Nee, had je nog verder willen slapen? Oh, nou ja. Komt wel hoor.
Als we weer terug zouden lopen, mag jij niet slapen. Boefie, deze, ja, ze was vannacht ook oh, zo lastig. Om de avond vloog ze me naar beneden toe. En om de avond wou ze naar buiten toe. Maar ze doet twee keer niks, weet je? Nou, doet dan ook wat. Nee hoor, niks. Dus ja, ze kan het anders goed inhouden. Hoe lang dan ook. En ja, maar ze was gewoon echt stroomlastig. En hek de ventilator bovenaan. Daar kan ze lekker in die wind ervan gaan liggen. Maar ze vloog me om de hand op naar beneden. Nou, dan kun je erachteraan sjokken. Want ja, dan weet je toch aan je achterhoofd bang dat ze op het deurmatje wat gaat doen. Of dat ze eeuwig gaat lastigvallen. Nou, dat beetje ligt lekker in de wc. Laat het beetje met rust. Ga slapen, weet je. En ze weet nog eens goed wat slapen is, hè. Echt wel. Want ik was gisteren op een gegeven moment zo boos. Ik zei, nou ga je slapen. Dan kijk ze maar aan, duik ze weg. Ik zit het slapen nu. Ze dacht. Nou, dan gaat ze daar naartoe. Ze geeft er eigenlijk dan eens een keer neer. Dat is tussen de twee hoofdkussens in. En dan gaat ze dan liggen. Maar ja, dan nog is ze nog zo gek. Wie krabt er nou onder het dekbed door? Als het zo heet is. Zij dus. Maar ja, Karin die zegt, op dat moment kan het daar wel koel wezen. Het lijkt mij een stuk dat het onder het dekbed koel is. Maar ja, wie ben ik? Dus ja, al met al rare dingen heb een dier en voor een dier heeft het meer rare dingen. Dus ja, stout alweer kiet. Ja toch? Ik neem jullie wel weer mee, oh, ik weet niet, op vlog, want er is niet zoveel bijzonders dan kuikentjes. En als de kuikentjes er zijn, is het zeehondje er niet. En is het zeehondje er niet, zijn de kuikentjes er nee, is het zeehondje er wel? Dan zijn de kuikentjes er weer niet. Die houden zich dan schuil. Maar, omdat ik van de week ook zo'n ouderwetse auto zag. Nou ja, wie weet, zo'n soort dingen dat vind ik ook mooi, weet je. Maar oké, okay, of we dat weer zien, ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Komt allemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later deze dag. Ze zeggen, doei. Ja, we zijn weer thuis, Rijka en ik. Ik heb nou, alles tegen elkaar open. Ik heb de zonnescherm naar beneden. Ik vind het nog bloedheet, maar op de vlakte is het 24 graden. Dus het is wel een heel eind afgekoeld. Ja, maar in huis dus nog niet. Nee. Dat was het ook alweer in huis. Weet ik al niet eens meer. 28 graden. Bij de poort meende ik wat ik zag 29, maar ik weet niet zeker. Ja, bij de poort is 29 graden. En daar hebben we meneertje Gandalf. Die komt binnen, die wil eten. Nou, dat kan. Dan gaan we jou eten geven. Hé? Kereltje. Ja. Zo, hè? Wat een hapje doen. Ja nou. Zo. Oh, heerlijk dat windje. Heerlijk. Alle brokjes eruit. Zo. En om geen ongedierte in je vuilnisbak te krijgen, wat doe je dan met zo'n zakje? Want kijk, er zit natuurlijk van die gel erop in, er komen ongedierte op af, zoals insecten. Nou, ik heb gewoon boterhamzakjes. En die doen we open. Ik hou het even dubbel. Gaat in het zakje. En zo met een vuilniszakje. En dan knoop erop en dan gaat het pas weg. En dat doe ik met alles wat eten in heb gezeten. En is het groot, dan pak ik, dan vouw ik het dubbel helemaal. En dan desnoods nog in een boterhamzakje. Of ik pak een klein pendaal in mijn zakje. Of een broodzak.
Dus ja, je recycelt ook nog eens een keer. Hoi! Dat was een bekende van mij die ik zag lopen. Een fysiotherapeute die mij ook nog in het verleden fysiotherapie heeft gegeven. Dus ja, al met al, ja, ik ga ook even een bakje koffie klaarmaken. En een broodje klaarmaken. Broodje klaarmaken voor mezelf. Kopje even afwassen, want die gaat niet in de vaatwasser. Nee, die was ik met de hand even af. Hup, water erin. Wat is het echt nog warm in huis. Jakkie, wauw. Maar ja, ik moet zo meteen even mijn booster aan de lader doen, anders kan ik niet eens een keertje even ontoer. Het mooie weer om even ontoer te gaan, komt er weer aan. Die liep ook moeilijk. En die loopt al raar. Oké. Jonge mensen die raar lopen. Alsof er wat is. Nou ja. Oké, kopje even afwassen. Dat doe ik met een sponsje die geen krassen maken. Ik was niet af met een afwasborstel. Nee, daar heb ik een hekel aan, want je kan niet overal terechtkomen als je al met de hand afwast. Met een sponsje wel, want dan druk je je vinger erin. Ja. Zo. Hoppakee. Nou, dat is ook opgedroogd. Had er lavendel erin. Maar ja, zo weinig. Ik denk, ja, misschien kan ik die beesten pakken. Die kleine fruitvliegjes. Hebben jullie daar ook zo last van? Vrieselijk. Niet leuk meer. En vooral, ja, ik zie er al nog eentje zitten. En die zijn te snel ook. Je ziet ze amper, maar ze pesten hier wel kringen. Echt hoor, niks aan. Kijk er nou, hup. Zo, koffie, ik denk dat ik zo meteen de beschrijving van de telefoon maar eens ga lezen, van mijn nieuwe telefoonset. Ja, lijkt me strak man. Ja, wat krijg ik van dat? Oh, zo lekker, man. Ja, hoor. Oh, zo lekkertjes. Is je dat toch lekker te eten? Heerlijk als je dieren zo kunnen genieten, ja toch? Het is toch ook fijn als jij van je eigen eten geniet. Nou, dan moet een beetje ook van hun eten kunnen genieten. Ja. Zo. Hup, hier weer op. En mijn oorzie. Dit wordt zo mooi. Oh, echt jongens. Echt, kijk nou eens. Hoe mooi, hè? Ik vind hem zo bijzonder. Nog 1, 2, 3, 4 te gaan en er komt nog een puntje aan. Ja, ja. Ik, loop met Rijk altijd al langs de gracht. En er is ook een huis, die heeft ook een orchidee staan. En die heeft twee van die takken en die lopen zo naar elkaar toe. Van de ene kant die kant op en van die kant naar die kant. Echt heel mooi. Ook een witte. Prachtig.
Maar je zou haast denken, wordt zo'n ding niet toch zwaar? Breek die steel niet. Maar hij is echt zo mooi. Ik ben er zo blij mee dat hij het eindelijk doet bij mij. Normaal gaan alle planten bij mij dood. Ga je weer weg, man? Ga je weer weg? Dan liever. Dag lieverd. Hi, man. Hi. Kereltje. Doei. Oh. Nou, is hij weer naar buiten toe, mal weesje. Dan weet ik niet of hij goed staat. Zo. Doe het ook maar. Dus ja, al met al. Een plakkaas. En een watertoot. Ik ga eerst dat weggooien. Gewoon er weer nieuwe kaas erin vanavond. Zo. Ik ben een rare eetster, hoor. En nou, een plakje leverkaas. Er zijn heel veel mensen die moeten dat niet. Leverkaas, lekker. En dan doe ik er nog een plakje worst op. En de ene keer dat, de andere keer dat. En ik heb nou ham. Maar wat ook lekker is, is chocoladeworst of gebraden gehakt. Zo, en ik heb geen boter, want dat lust ik niet. Nee, dat vind ik ranzig. Dus wat heb ik op mijn brood? Een plakje kaas, een plakje leverkaas en een plakje ham. Dat heb ik op mijn brood. Dan ga ik hem zo meteen weer dubbel. En dan is het eten maar. Zo. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken elkaar later toch weer. Ja toch, ik zeg tot dan. Doei! Ja, en Karen en Roderick die zijn er bijna, want Karen moet nu weer vanavond werken. Enkel, ze slaapt niet hier. Nee, ze slaapt bij haar vriendin. Nou, dat moet allemaal kunnen. Hé, hey, lieve schat. Hé, hey, lieve schat. Kwispel de kwispel, hè. Joes, kwispelkontje. Het is een kwispelkontje. Joes. Het is een kwispelkontje. Het is een kwispelkontje. Joes. Oh, ja. Hallo Jos. Daar is Rijke bij jullie.
Rijka, kom maar. Goed zo. Goed, Rijka. Kom maar. Kom maar. Binnen. Hallo, Kaas. Mwah. 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 Lekker. Hi. Dag, schone zoon. Hoe is het? Lekker. Lekker? Ja, ik had zo heet, zo heet, zo heet. Oh ja, als je naar de wc toe gaat, moet je even toestemming. Moet u eerst even wat tegen hem zeggen? Nee, nee. Moet je toestemming vragen aan Eeuwin? Nee, wacht, waarom mag ik van Eeuwin naartoe kijken? Nou, Eeuwin die ligt er namelijk op te slapen. Oké. En dat eten en dat drinken staat daar ook. Deur staat open van de wc. Want ze mag hier niet in, omdat ik alles open heb staan. Goeie reis gehad? Ja hoor, wij wel. Mooi. Nou, oké. Okay. Dus de kamer doen we dicht doen. Dus nee, ook de wc-bril die kan ik in principe schoon blijven maken. Maar ja, dat bijtje ligt op te slapen. Ja, rustig. Nee. Niet rustig. Bij. Nee, is niet nodig. Ja, ze begrijpt het niet, Karin. Nee, Karin die begrijpt het niet, schat. Ja, lieve vrienden, Karin en Roderick zijn alweer weg. Ja, want Karin moet vanavond werken, dus ze is daar al naartoe. Maar mijn nieuwe telefoon is al geïnstalleerd. Staat er al helemaal. Ze hebben even geholpen, het bureau naar voren gehaald. Ze hebben het geïnstalleerd voor mij. Ik heb gelijk even mijn bureau schoon kunnen maken. Ik moet denk ik alle nummers even overzetten. Dus één oude telefoon staat er nog aan de stroom, want anders kan ik dat natuurlijk niet doen. En natuurlijk kan ik ook een hoop uit mijn mobiel overnemen, maar ik kreeg zoiets moois en daar hou ik van, hè. Ik vind dat zo mooi en dan krijg ik toch weer tranen van, oh wat mooi, want ik ben ook een christen. Maar ik vind dit zo mooi. Een kennen vaccine liggen in, zo geweldig, zo bijzonder. Mooi, hè? Ik vind het echt mooi. En ik kreeg nog iets erbij. Dat is nog een spatscherm. Ik zal eens even kijken. Ik heb het nog niet gepast of wat dan ook. En ik zag die hele spatscherm. Ik denk niet eens. Ik denk, wat is dit? Want ze had het zo op mijn bureau gelegen. Dus je ziet dat schuimrubber. Ik denk, wat is dat nou weer? Zo. Oh, dat moet wel tegen je hoofd aan blijven. Ja, oké. En dan moet het omhoog kunnen. Ik weet het niet hoe ze dat bedoelt. Een spike sweet dingetje. Maar hoe ze het bedoelt omhoog? Ja, je kan hem op je zo neerzetten. Haha. Maar ja. Zo. Je ziet denk ik het wat. Mijn heen. Hij is wazig. En die ik gekocht heb, toch een beetje helderder. Maar dat moet je dus. Een splattermask. Ja. Maar dan moet je dat wel schoonmaken eerst. Ja, hij is wazig. Er zit een wazige dingen eroverheen. Nou ja. Ik hoop niet dat ik hem ooit hoef te gebruiken. Maar ja. Ik heb er alleen en die is helderder. Dan deze. Maar ja, een beetje beter wat dan niks. Deze is ook kleiner, hè? Ik heb een grotere. Dus. Maar hartstikke leuk. Deze zijn maar 88 cent, werd mij medegedeeld. Bij een bekende winkel. Ja. Gaat ook in de kast. En ik zal daar even een plekje voor zoeken. Maar die moet eerst nog blijven staan, want er staat nog een telefoon aan de lader. Omdat ik daar telefoonnummers uit zou kunnen halen. Dus ja, ik ben helemaal blij. Ik moet nog eventjes wat schoonmaken, want dat... Want de boel staat nog... De rollator staat nog voor de tuindeur. De man staat voor de tuindeur, omdat ik daar nog even bezig moet. Dat maak ik nog even schoon en dan ben ik daar klaar. En de computer heb ik ook al aan. Want ik zou eigenlijk een vlog in elkaar gaan zetten. Maar ja, niet weten dat ze hier naartoe zouden komen. Maar ja,
Oké, gedaan de zaak in helemaal geen keer. Ik ben blij dat ze er geweest zijn. Ik heb er ook weer eventjes gezien. En ja, morgen nog een dag om te renderen of wat dan ook. Want ik vind de telefoon nog even belangrijker. Want anders kan ik niemand bellen. Nee. Dus dat ga ik nou eerst even doen. Met een bakje koffie erbij. Dus zeg, lieve vrienden, geniet ze. En tot later.